Goedemiddag gemeente, u die hier aanwezig en u die thuis met ons verbonden bent via het internet, via de kerkradio of later deze week via een cd-opname. Ook de bewoners van het verzorgingshuis Ora et Labora, evenals de gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst zal dominee M. Noorderijk uit Zetten-Andelst voorgaan. Zondag 18 oktober zal in de morgendienst professor Dr. W. Verboom uit Harderwijk voorgaan en in de middagdienst zal dominee W. P. Emmaus uit Urk voorgaan. De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij en diaconie. De diaconiecollecte heeft deze week als bestemming Stichting Shahara Zedek Ziekenhuis Jeruzalem. In verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties. Komende woensdagavond, 14 oktober, wil de mannenvereniging voor het eerst dit seizoen bij elkaar komen in Rehoboth. Alle mannen die het voortbestaan van de mannenvereniging belangrijk vinden, worden opgeroepen aanwezig te zijn. We willen nadenken of en hoe we het komend seizoen inhoud kunnen geven aan de 6 geplande avonden. We beginnen om 7:15. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Met deze woorden uit Psalm 86 vraagt de kerkenraad uw dankzegging aan de Heere met de familie De Haan, koning, die op 5 oktober hun 65-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Ook vragen we met deze woorden uw voorbeden voor mevrouw Martens, bij wie afgelopen week een tumor in de blaas is geconstateerd. Deze week moet vervolgonderzoek ondergaan worden en daarna volgt een operatie. Tevens uw voorbeden voor de heer van der Zijde, die aanstaande maandag een zware operatie moet ondergaan. En voor broeder D. Roelsema in verband met de start van een zware medicatie. De schriftlezing voor deze middag vindt u in 2 Koningen 4 en Marcus 6. Ik noemde u 2 Koningen 4 en Marcus 6. Ons intochtslied voor deze middag is Psalm 78, vers 1. Psalm 78, vers 1. Tijdens de dienst is het meezingen van de psalmen helaas nog niet mogelijk. De kerkraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in de eeuwigheid. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt verstond. Dat zien we ook in die geschiedenis waar we vanmiddag bij stilstaan. Psalm 33, het vijfde vers. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. Psalm 105, daarvan het 22e vers. Nadat we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen belijdenis hebben gedaan van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat vanmiddag met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u en ook jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam en een eeuwig leven.
Amen. Verenigen we ons nu hier in de kerk en thuis in een gemeenschappelijk gebed om de Heere te bidden om zijn onmisbare zegen. Laten we samen bidden. Almachtige en eeuwige God, trouwe Heere. Zoals die psalm erover zong. U doet wat u aan Abraham had toegezegd. U hebt dat gedaan in de geschiedenis van uw volk Israël. En u houdt tot op de dag van vandaag uw woord, uw beloften. Uw trouw is groot. En zal nooit vergaan. En dat mogen we ook op deze zondag zien. Te midden van alles wat er gebeurt. In deze wereld. In ons land, in deze omgeving. In het persoonlijk leven. Te midden van dat alles geeft u deze zondag. En mag een en andermaal de verkondiging van uw woord zijn voortgang hebben. Dat uw woord open gaat. Ook op deze plaats. Al zo vele jaren. Dat zijn voortgang heeft. Het is enkel en alleen om uw trouw. Als we zien op onszelf, moet u immers belijden dat wij zo ontrouw zijn. Dat wij uit onszelf onze eigen gang gaan en onze eigen weg. Moeten u belijden dat die liefde tot u en tot de naaste zo ver te zoeken is. Ja, niet alleen in wat we doen, maar in wie we zijn en in hoe we zijn. Wat een genade van uw kant dan, dat u met ons nog niet doet nadat wij verdiend hebben. Dat u ons nog laat in het heden van de genade in dit leven. Dat u op deze dag ook al zoveel geschonken hebt. Voor dit tijdelijke leven. Zodat we allemaal eens op een rij zouden zetten. Vanaf dat we wakker werden. Eten, drinken, alles wat we nodig hebben. En u kwam vanmorgen al met uw woord. En nu opnieuw. Wat een wonder dat u zo bent en zo naar ons toekomt. Leer ons dat verstaan, van harte meezeggen. En nu we uw woord willen openen, uit de Bijbel gaan lezen. Is ons gebed. Zend, o Heere, uw licht en uw waarheid neer. Wilt u zelf uw Heilige Geest uitzenden hier in de kerk, thuis, daar waar er zijn die al zo lange tijd, ook al ver voor maart,
van de techniek afhankelijk waren om met de gemeente mee te naderen tot u in het gebed, uw woord te horen, wilde voor bij de voordeur ook bij hen zijn. Maar ook als er door de omstandigheden nu zijn die thuis meeluisteren, meekijken. Maar dan niet als toeschouwer, maar helemaal mee verbonden. Je geeft dat het zo mag zijn. En al datgene wat ook zo gemakkelijk afleidt en als stoorzender werkt, dat het zijn werk niet kan doen, maar dat we helemaal betrokken mogen zijn op dat wat u tot ons te zeggen hebt, ook hier in de kerk. Dat onze gedachten die zo gemakkelijk alle kanten opgaan, door wat geweest is, door wat er komt, of dat ze, je wilt u zichzelf gevangen nemen. En helemaal gericht op dat wat u tot ons te zeggen hebt. En wij bidden u, spreek dan, Heere, uw woord. Met kracht en met gezag. Uw woord. En dat we ons daardoor laten gezeggen. Ook als het ons vermaant. We willen het ook gebruiken tot vertroosting en bemoediging, ook in het strijdperk van dit leven. Zo ook vanmiddag mag zijn een eredienst. Tot lof en eer van uw grote naam, dat het daarop uit mag lopen. Daarom zal gaan. U bent het zo waard om alle lof en eer te ontvangen. Wij bidden u dat. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan de Bijbel, het Heilig Woord van God, openen. Allereerst in het Oude Testament, Tweede Koningenboek. 2 Koningen 4 vanaf vers 38 tot en met 44. En vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 6. Maar eerst 2 Koningen 4 vanaf vers 38 tot en met vers 44. Uit de geschiedenissen van de profeet Elisa werkt dat de Heere God door middel van deze profeet heeft willen doen. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land en de leerlingprofeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht: zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu toen ze van die soep aten dat ze het uitschreeuwden en zeiden: man, God, de dood is in de pot. Zij konden het niet eten. Hij zei: breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. Er kwam een man uit Baal Salisa. Hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen, 20 gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei: hoe moet ik dat aan 100 mannen voorzetten? Hij zei: geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en zij aten en hielden over, overeenkomstig het woord van de Heer. Over 2 Koningen 4, de tekst voor de verkondiging vinden we straks in vers 43b, als
Die zat daar tegen zijn knecht. Zeg, geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Ik lees dat nu bewust vast, want u bent ondertussen natuurlijk al verder aan blazen in Markus 6. Waar zal het in Markus 6 over gaan? Daar komen we deze woorden niet uit de mond van een mens, maar uit de mond van de Heer Jezus zelf tegen. Eigenlijk ook dezelfde reactie bij de discipelen van de Heer Jezus. Markus 6, over wat we dan noemen de wonderbare spijziging, vanaf vers 30 tot en met 44. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit, want er waren er velen die kwamen en die gingen. En zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigten zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. Toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten. Ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven. Hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten en allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. De broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Tot zover de lezing uit het woord van God. In 2 Koningen 4, dat is op het thema van de preek, ontvangen profetenzonen in de crisis meer dan genoeg. Profetenzonen in de crisis ontvangen meer dan genoeg. En dat ontvangen ze. Allereerst ondanks de onbereikbare tempel. Als tweede ondanks delen. En als derde ondanks het ongeloof. Dus profetenzonen in de crisis ontvangen meer dan genoeg. Ondanks de onbereikbare tempel. Ondanks delen. En ondanks het ongeloof. Maar eerst de 13e vers van Psalm 78. Psalm 78 en daarvan het 13e vers. Elk mocht zijn brood zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen nu eten, de teerkost tot verzading hun gegeven.
Gemeente, delen, dat is overhouden. Met die paar woorden zou je dat gedeelte uit 2 Koningen 4 kunnen samenvatten. Delen is overhouden. En daarmee gaan we rekenen vanmiddag. U zegt misschien met vakantie een weekje, moeten we nou gaan rekenen? Ja, we gaan rekenen vanmiddag. Leren delen. Delen, als je dat op school krijgt, dan leer je als je gaat delen, dan wordt het altijd minder, hè? Laat ik het maar heel simpel zeggen. Als je 20 snoepjes hebt en die ga je met z'n tweeën delen, ja, dan hou je er zelf nog maar 10 over. En als je nou met z'n honderden bent en je moet diezelfde 20 snoepjes gaan verdelen, ja, wat hou je dan nog over? Twee stapjes, hè? Twee sprongetjes. 0,2 snoepje. Ja, dat is, als je een beetje een klein snoer, hou je bijna niks over. Delen, dan krijg je toch minder. Ja, zo leren we dat op school. En dat is ook de praktijk wat je vaak tegenkomt. En toch krijgen die profetenzonen, die leerlingprofeten in 2 Koningen 4, die leerlingprofeten in de crisis, ze krijgen meer dan genoeg, ondanks dat er gedeeld wordt. Of juist, moet ik eigenlijk zeggen, juist doordat er gedeeld wordt. Kijk u en jij maar mee naar wat er gebeurt. Er wordt tot 2 keer toegedeeld in dit gedeelte. Allereerst wordt er gedeeld door die man uit Baal Salisa. Die man die komt bij de man Gods, bij Elisa. En laten we om dat te begrijpen even iets breder kijken. Je zet de anders tegen een serie over Elisa afgerond. Net voor dit gedeelte over die gerstebroden, over die broden die vermenigvuldigd worden, staat dat gedeelte over die colloquinten en over die colloquintensoep. Of moes. En er zijn bijbels die koppelen dat helemaal aan elkaar. Dus dan heb je eerst dat gedeelte over die soep die eerst niet eetbaar is en dan wel. En dan gelijk erachteraan dat gedeelte over het brood. Dus dan krijg je zoiets als soep met brood. Het kan echter ook heel goed zijn dat er geruime tijd tussen gezeten heeft. Tussen dat teken van die colloquintensoep en hier met het brood. Of er nog hongersnood was, of dat al over zijn hoogtepunt heen was, we weten het niet. In ieder geval is er wel weer geoogst. Oogst binnengehaald. Dat er geoogst kan worden, dat is altijd een wonder. Toen en ook vandaag. Nou ja, er wordt hard voor gewerkt en de boeren werken er hard voor en de landbouwers. En er is vandaag nogal wat kennis en wat kunde. En allerlei materieel, maar het is toch de Heere God zelf die het zaad laat ontkiemen, die het laat groeien, die zorgt voor zon en regen, voor de oogst. Ondanks alle technische vooruitgang is het nog steeds niet overbodig om biddag en dankdag voor gewas en arbeid te houden. Dankdag ook voor alles wat de Heere God geeft. Zeker ook in een periode van hongersnood, na een periode van hongersnood, is het een wonder dat er weer geoogst wordt. Reden tot dankbaarheid. En hoe weet ik nu dat er weer geoogst is in 2 Koningen 4? Nou, omdat die man uit Baal Salisa, hij komt tot de man Gods met broden van de eerstelingen. Eerstelingen. Broden van de eerstelingen, wat zijn dat? Nou, dan moet u even aan Pinksteren denken, dan zingen we ook in die psalm. Hè? Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Eerstelingen. Naar de wet van de Heere God moest van het eerste graan dat van het land gehaald werd, het eerste van de oogst, dat moest naar Jeruzalem gebracht worden, naar de tempel. Dat eerste graan, broden gebakken, de eerstelingen. De Heere God die ten diepste recht had en heeft op heel de oogst. Niet alleen dat eerste, maar alles wat er binnengehaald zou worden.
Maar nou staan die eerstelingen, dat staat voor heel de oogst die nog binnengehaald wordt, wat nog komt. Die eerstelingen, een offer voor de Heere God, en daarna werden ze ook aan de priesters gegeven. Oké, eerstelingen, het is dus weer geoogst, maar daarmee wordt het er allemaal nog niet duidelijker op wat er gebeurt in 2 Koningen 4. Want als daarmee nu naar de tempel gegaan moest worden, waarom doet die man uit Baal-Salisa dat dan niet? Hij moest dan toch in Jeruzalem zijn, bij de tempel van God, bij de priesters, en niet bij de profeet Elisa. Oftewel, waarom komt deze man nu naar Elisa toe? Nu, het antwoord is, omdat Jeruzalem voor deze man onbereikbaar was. De eerste hoofdlijn van de preek ook, hè? Meer dan genoeg voor die profeten zo, ondanks een onbereikbare tempel. Ook op? Ja. Hij is er nog bezig met batterijen? Of? Nee, dat zijn er niet. Het zit accu in. Dus. Dan komen ze hier vandaan. Eerstelingen dus. Eerste van de oogst. Ze moest eigenlijk naar Jeruzalem, naar de tempel. Maar nu brengen ze het bij Elisa, bij de man Gods, omdat die tempel in Jeruzalem niet bereikbaar is. Want deze man uit Baal-Salisa, die woont in het 10-stammenrijk. Na David, na Salomo, een splitsing gekomen in dat rijk. Dat 10-stammenrijk aan de ene kant, het 2-stammenrijk.
En in Jeruzalem, dat lag in dat tweestammenrijk. Onder de toelating van de Heere God, een scheiding. Noord, Israël, Juda, tweestammenrijk. En in dat tienstammenrijk waar Baal Salisa lag, daar gingen de politieke belangen boven de dienst aan de Heere God. Uit angst dat de mensen nu toch van dat tienstammenrijk nog naar dat tweestammenrijk zouden kunnen gaan, met alle gevolgen van dien, als ze met de grote feesten elke keer die tocht zouden maken, hadden ze gezegd in dat tienstammenrijk, weet je wat we doen? Waarom moet iedereen nou ook weer naar Jeruzalem? We kunnen ook best zelf nog twee heiligdommen bouwen. Eentje bij Bethel, eentje bij Dan. En daar kunnen we de Heere God toch ook heel goed dienen? En zo was er een kalverendienst opgetuigd. Het volk vervallen tot afgodendienst, want zo gaat het zo vaak. Hè? Het overtreden van het ene gebod, het wordt gevolgd door het overtreden van het volgende, het andere gebod. Geen andere goden voor het aangezicht van de Heere God. Alleen de Heere God dienen. Dat eerste gebod. Maar zo gemakkelijk gaat het dan ook van kwaad tot erger. Niet alleen beelden maken van God, maar ook de afgoden dienen. Met alle gevolgen van dien. Van kwaad tot erger. En de Heere God was gekomen met de straf op de zonde. En de gevolgen daarvan ging ook die leerlingprofeten, ook de dienstknechten van God niet voorbij. Kortom, er was dus geen gelegenheid om naar Jeruzalem te gaan. Om daar de eerstelingen te brengen. Kon niet. Nou zeg jij misschien, dat is toch mooi. Want ja, wat niet kan, dat kan niet. Dan houd het toch op. Mijn best gedaan, ik zou best graag willen, maar het kan niet. De afgelopen maanden ook wel gedacht. Nu we weer minder vaak kunnen. Ja, wat niet kan en wat niet mag. Ja, dat is nu eenmaal zo. Deze man uit Baal Salisa, die denkt daar wel heel anders over. Die zegt niet als het niet kan naar Jeruzalem, nou dan hou ik mooi die eerstelingen voor mezelf, hoef ik ook niet op pad te gaan. Naar de tempel lukt niet. Houd het op. Nee, deze man, nu de tempel niet lukt, gaat naar de man Gods, naar Elisa. Naar Gods huis gaan, naar de kerk gaan. Dat kan niet, dat gaat niet, of het gaat minder dan toch thuis. Kijk, deze achtergrond is het eigenlijk heel mooi wat deze man uit Baal Salisa doet. Hij onderstreept dat ook in die tijd waarin de Heere God niet gediend werd, er toch nog waren die naar de Heere vroegen, die de Heere God wilde dienen. En is dat ook voor ons vandaag niet om een voorbeeld aan te nemen? Wij die in een hele andere tijd leven, hele andere plek dan Baal Salisa. Maar ook vandaag is een tijd waarin voor de Heere God, voor het woord van God, voor de dienst aan God, voor de eredienst waarin de gemeente samenkomt, geen plaats is. En dat komen we allemaal tegen. Is het niet op werk of op school, dan wel in je buurt. Of op welke manier het ook allemaal naar ons toe komt. Je kunt komen in een situatie waarin je de Heere God niet kunt dienen zoals het moet. Maar dan toch ook dan nog wegen zoeken om de Heere God te dienen. Om Hem te eren. Om aan de wil van de Heere God gehoorzaam te zijn. Niet zeggen, ik kan niet naar Jeruzalem. Nou, dan zijn die broden voor mij. Altijd en overal zoeken te leven tot eer van God. Daarvoor heeft de Heere God ons mensen toch geschapen. Om Hem te groot te maken. Priesters, daar kon die man niet naartoe. Dan naar een dienstknecht van God. Naar die vertegenwoordiger van God die hij wel bereiken kan. De liefde tot de Heere God vindt altijd wel een weg die begaanbaar is. Liefde die ook zichtbaar wil worden in daden. Deze man verbonden
aan de dienst van de Heer. En vanuit het Nieuwe Testament zeg ik dan vanmiddag: wie iets van de liefde van God in Christus Jezus heeft mogen proeven, mogen smaken, van die barmhartigheid van God in Jezus, die wordt ook zelf barmhartig. De God die het liefste wat hij had zond, zijn eigen zoon naar deze aarde. Die grote gave van God, die zijn leven gaf voor zondaren. Wat heeft de Heere God ervoor over gehad om een weg van redding en van zaligheid uit te denken, ja, te openen. Wie daar iets van heeft leren proeven, heeft mogen smaken, die gaat ook zelf delen, geven. Niet als betaling, maar uit dankbaarheid om zoveel genade van God. Kijk, en dan is het ook niet meer de vraag: hoe kan ik nu nog net dat gebod van de Heere God houden? Hoe past het? Kan allemaal nog net. En die vragen die zullen jullie vast ook aan dominee De Leeuw hier op categorisatie stellen. En ze weten in Zet en Ans inmiddels van: ja, daar krijgen ze van mij toch nooit een ja of nee antwoord gelijk op. Dominee, mag ik dat doen? En mag dit? En mag zus? Kan dat nou ook nog net? Waarom dan niet? Dan ga je op zoek, hè? Dan gaan we op zoek naar. Was het er nou nog? Of blijven we? Deze man uit Baal Salisa, hij zoekt: wat wil de Heere God nu met dit gebod van die eerstelingen? Wat zit daarachter? Hij wil zich er niet van afmaken, maar de bedoeling zoekend. Dit gebod van die eerstelingen, om naar de tempel te brengen, dat was omdat zo de dienaren onderhouden werden. Omdat de dienst aan de Heere God verder moest gaan. Die eredienst. Geen priesters dan naar de profeet. Want die dienst aan de Heere moet verder. Zo ook wij zoeken in alle dingen. Wat wil de Heere God met zijn geboden, met zijn goede, heilzame geboden? Niet om nou dat randje op te zoeken, maar om te leven, heel ons leven, tot eer van Hem. Wat zit achter dat gebod? Zo mogen ook wij, als het gaat om dat die eerstelingen en de lijnen die daar ook in liggen, geven voor de Heere God en voor zijn dienst. Via de bank, in de collecte, niet alleen voor de diaconie, maar ook voor de kerk. Omdat de verkondiging van het woord verder mag gaan. Omdat het woord van God zijn loop mag hebben. Deze man, hij komt nu die tempel onbereikbaar is, met de eerstelingen bij die man Gods bij hem die wel bereikbaar is. Dat is niet iets wat deze man uit zichzelf heeft. Dat is niet iets wat ook maar één mens uit zichzelf heeft en van zichzelf heeft. Uit onszelf zeggen we de tempel onbereikbaar. Ja, dan houdt het op. Of het is nu de tijd niet. Of in een andere fase van het leven. Ja, dan zal ik ook wat meer aan de dienst van de Heere denken. Ook als het gaat om het financiële. Waar de Heere God gaat werken, waar hij komt, daar gaat wat gebeuren. Daar gaan grote dingen gebeuren. Komt ook liefde tot zijn woord. Komt liefde tot zijn wet. Komt liefde tot zijn dienst. Tot zijn gemeente. De eerstelingen gebracht uit dankbaarheid. Krijgen die profetenzonen meer dan genoeg. Ondanks die onbereikbare tempel. Maar naar de tweede keer, dat er in dit gedeelte gedeeld wordt. Die profetenzonen krijgen meer dan genoeg, ondanks delen. Die man uit Baal Salisa deelde. Wat zal dat voor Elisa trouwens een bemoediging geweest zijn? Er waren er die de Heer nog wilden dienen. Deze man uit Baal Salisa, er een bewijs van dat de Heere God afweet van zijn knecht en hem niet om laat komen. 20 gerstebroden. Die worden er gebracht. Daar kon Elisa zelf even van leven. Meerdere dagen in ieder geval. Maar wat gebeurt er nu? Het staat er in één adem door. Elisa geeft de opdracht: geef het aan de mensen om te eten. Geef het aan het volk. Daarmee bedoelt hij die profetenzoon. Deel het uit.
Dus Elisa, hij krijgt het, maar hij houdt het niet voor zichzelf. Hij krijgt het en gelijk geeft hij de opdracht om het weer uit te delen. Te delen met anderen. Een knecht, misschien Gehazi, de naam staat er niet bij, krijgt de opdracht om te delen. Ontvangen betekent altijd delen. Niet als ik het maar heb en als ik nog iets meer heb en nog iets meer. Maar delen. Delen met anderen. Dat is dus ook geven niet alleen voor de kerk, maar ook voor de diaconie. Zo te zeggen. Voor mensen in nood. Ook als het gaat om het materiële, om ons geld en om ons goed en om onze portemonnee. Een gevoelig puntje, hè? Gaat het om de centen? Kunnen we zo aan vastzitten? Al de Heere God geeft, niet voor onszelf houden. Uitdelen. Je krijgt het niet voor. Kijk naar die eerste christelijke gemeente net na Pinksteren, daar in Jeruzalem. Hoe ze alles gemeen hadden, gemeenschappelijk. Hoe daar gedeeld werd. En niemand tekort. Dat was dat rekensommetje waarmee we begonnen, hè? Weet je toch? Delen. Het is normaal dat je minder krijgt, maar bij de Heere God wordt delen vermenigvuldigen. Wordt delen keer. Kijk, dat moet je natuurlijk na de vakantie op school niet tegen de juffrouw of de meester zeggen. Die zegt, dan moet je gaan delen. Zegt, ja, maar dan wordt het meer. Maar bij de rekenkunde van de Heere God werkt het wel zo. Daar wordt delen meer vermenigvuldigen. Delen om daardoor overvloed te ontvangen. Elisa zoekt het goede voor zijn leerlingen. Hij deelt met hen. En als we de lijnen weer doortrekken, dan zien we ook hierin iets van wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Heer Jezus die de hemel verlaten heeft, mens geworden is. Die weg van kribbe tot kruis. Gestorven en begraven, maar hij is ook opgestaan. En hij zit in de rechterhand van de Vader. Wat de Heer Jezus die weg van lijden en sterven gedaan heeft. Verworven heeft. Dat heeft hij niet voor zichzelf gehouden. De zaligheid, de redding, het eeuwige leven heeft hij niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft niet gezegd, ik ben heel die weg gegaan, die zware weg. Ik heb het verworven, ik heb het verdiend. Maar u mens, u hebt niet geleefd zoals de Heere God het vraagt. U mens, u bent gericht op uzelf. Als je het zelf maar hebt, delen, waarom zou ik? Als de Heer, als Christus het zo tegen ons zou zeggen vanmiddag. Wat zouden we daartegen in kunnen brengen? Wie van ons durft te zeggen dat hij leeft zoals de Heere God het vraagt, in die liefde tot hem. En in die liefde tot de naaste. Nee, God, Christus had geen onrecht gedaan als hij het voor zichzelf gehouden had. Maar gemeente, Christus, hij deelt zo graag uit. Hij schenkt zo graag weg wat hij verworven heeft. Hij heeft zichzelf vernietigd, zegt de Bijbel zelfs. Vernietigd. Omdat een mens die uit zichzelf niets heeft, en niets kan, bij God kan komen, weer in genade aangenomen kan worden. En omdat Christus het nou zo graag uitdeelt en zo rijk uitdeelt, mag het ook vanmiddag hier verkondigd worden. Kom dan toch. Komt, koopt, eet. Zonder geld, zonder prijs. Kom. Kom tot hem die zichzelf Johannes 6 het brood des levens noemt. En zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Christus, hij deelt uit. Uit nadat een ieder nodig heeft. Ondanks, of beter gezegd, dankzij zijn delen, is er overvloed en leven. Geef het aan het volk, geef het aan de mensen, opdat zij eten. Want zo zegt de Heere, men zal eten
en overhouden. Geef hen te eten. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Hoe moet dat dan? Bij dat ja, maar, daar staan we in onze derde gedachte bij stil. Meer dan genoeg, ondanks het ongeloof. Die dienaar van Elisa die het zegt in vers 43. Hoe moet ik dat aan 100 mannen voorzetten? Ik heb 20 gerstebroodjes. En nog wat groene aren in haar hulzen, in zijn tas. Dat is van dat verse graan, hè, waar het kaf nog omheen zit, dat dunne vliesje. Bij die 20 gerstebroden, dan moeten we niet denken aan 20 hele broden zoals wij die bij de bakker of in de supermarkt halen. Maar dan zijn dat eerder van die bollen, van die gerstebollen. Een volwassen man die kan er wel 3 of 4 op. Nou, dat is voor Elisa dus even genoeg, die 20. Maar ja, als je dat met 100 man moet gaan delen. Laten we maar niet te hard oordelen over die knecht van Elisa. Als je naar de getallen kijkt, dan is het toch ook onbegonnen werk. Dan is het toch ook niet te geloven. Ook al, dat moeten we ook niet vergeten, ook al heb je al wel meer wonderen van de Heere God. Ook wonderen die door de Heere God door de hand van Elisa deed meegemaakt. Pak die eerste gedeelte van 2 Koningen 4 er maar bij. Is het wel genoeg? Hoe kan dat? Niet alleen deze knecht van Elisa, maar ook de discipelen van de Heer Jezus, onder andere in Marcus 6 hebben we het gelezen, kwamen met die reactie. Die geschiedenis, die Marcus 6, die wonderbare spijziging, wat bekender vermoed ik dan deze in 2 Koningen 4. Maar de lijnen zijn wel te trekken als je luistert naar wat hier staat en wat in Marcus 6 staat. Marcus 6, 5 gerstebroodjes. 2 visjes, 5000 mannen die te eten kregen. De discipelen reageerden op dezelfde manier. Wat zijn dat nu? 5 broden, 2 visjes voor al die mensen. En is het bij ons anders? Wat hebben wij allemaal al niet te horen en te zien gekregen van het werk van God? En dan toch de ja-maars. Het ongeloof. Het evangelie dat verkondigd wordt, rijk en ruim. Bij onszelf is niets. De dood in de pot. Bij ons is niets te verwachten dan honger en de eeuwige dood. Veel te weinig. Niets hebben tot de Heere God gaan. Uit onszelf gaat dat niet, onmogelijk. Ja, Christus laat het evangelie verkondigen. Komt, koopt. Maar eten, komen, dat gaat toch zomaar niet. Mijn leven, mijn hart is zo vuil en zo doods. Zo vol van de zonde en die genade van God. Zo groot, zo heerlijk. Wel voldoende. Als ik in Christus geloof. Als ik de zaligheid alleen van hem verwacht. Moet er van mij niet nog iets bij. Bij mij zoveel zonden en gebreken. En ik ben maar één van die vele miljoenen mensen op deze aarde. Is de genade van God wel groot genoeg? Al die ama's van onze kant. Die ama's van ongeloof. Gemeente Christus zegt het ook vanmiddag. Mijn genade is u genoeg. Wie ben ik dan? Wie bent u, wie ben jij dan? Om daaraan te twijfelen. Om daartegen in te gaan. Met lege handen bij de Heere komen. Bij de Heere is overvloed.
Elisa zei het, men zal eten en overhouden. Het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Geloof. Geloof, dat moet iedere keer weer opnieuw geschonken worden. Het moet eerst, als een mens komt tot geloof, tot bekering. Maar telkens ook opnieuw. Om te geloven dat de Heere God met die 20 broodjes al die mensen voeden kan. Elisa mag het geloven. Dat ze eten zullen. Want zo zegt de Heere. Overeenkomstig het woord van de Heere. Zo eindigt vers 44. De Heere geloven op zijn woord omdat hij het zegt. En wat zegt de Heere dan dat hij zorgen zal? Als je naar beneden kijkt, zoals die knecht van Elisa, dan zie je 20 broodjes. En 100 mensen. Ga je rekenen? 0,2 broodje per persoon, dat is veel te weinig. Dat gaat niet wat worden. Want als je naar beneden kijkt, heb je altijd te weinig. Maar nu met Elisa naar boven leren kijken. Heb je dan altijd te veel? Heb je dan altijd geld in overvloed? Heb je dan altijd genoeg te eten en geen zorgen? Nee. Maar je hebt als je door het geloof aan de Heere verbonden bent. Wel altijd het woord van God, het woord van Gods belofte. Dat hij zorgen zal. En dan ga je anders rekenen. Die knecht van Elia rekende. 20 gedeeld door 100. Dat is bijna niks. Maar Elisa rekende anders. Rekent u mee vanmiddag aan jullie? 20 broden. 20 gerstebroodjes. Plus het woord van de Heer. Dat is meer dan genoeg. Voor 100 man. Dan houd je nog over. Gemeente, laten we de Heer bidden of we zo mogen leren rekenen. Blijven rekenen. Met die knecht van Elisa zeggen wij het ook zo vaak. Het kan niet. Het is te weinig. Onmogelijk. Maar plus de Heere, plus het woord van de Heere, is het onmogelijke mogelijk. Nog een voorbeeld geven, die herdersjongen, David. Die herdersjongen, die stond tegenover die reus Goliath. Ja, als je dan gaat rekenen, dan zeg je, wat moet dit worden? Gaat niet. David. Plus de Heere, plus het woord van de Heere. Daar lag die reus. Of Paulus. Met die scherpe doorn in het vlees. Moet je nou zo iemand inzetten om de wereld over te gaan, om overal het evangelie te brengen? Onmogelijk. Maar Paulus, plus het woord van de Heere, plus de Heere. Maakte dat op vele plaatsen het woord gebracht werd. Gemeenten ontstonden. En velen kwamen tot geloof. Gemeenten, wij rekenen vaak. Te veel. Of verkeerd in ieder geval. Wij tellen. Dat ook in deze tijd gaan doen. Hè? Tellen. Hoeveel zijn er nu? Hoe kan dat nu? En ook als je kijkt naar de gemeente. De jongeren tellen, hoe oud zijn ze nu? En als je dan nog een jaar of 7, 8 verder telt, hoe oud ziet het er dan uit? Gaan we tellen. De rekenkunde van het ongeloof, noemde iemand het. Laten we meer het geloof beoefenen. In de kerk, in de gemeente, maar ook in het persoonlijk leven. En wat moet je dan nogal eens beschaamd je hoofd buigen? Ontschamen vanwege het ongeloof. Kunnen we ons een zorgen maken over heel veel dingen. Je inkomen, je baan dat op de tocht staat. Hoe kan ik mijn gezin onderhouden? Beschaamd komen te staan als via wonderlijke wegen. Er genoeg is, meer dan genoeg. Te weinig, maar plus de Heer, plus het woord van de Heer. Als je in het gezin staat aan het begin van een nieuwe dag.
kom ik de dag door? Of je dan kleine kinderen hebt of al wat groter of tieners. Wat moet je tegen ze zeggen? Hoe moet ik nou weer met ze omgaan? Hoe moet ik nou het goede zeggen? Dat je dan s'avonds beschaamd je hoofd moet buigen. Ik heb te veel gerekend. Tot hiertoe heeft de Heer geholpen. En dat geldt ook voor jullie. Hoe zal het allemaal verder gaan? Dan kunnen we gaan rekenen. Hoe staat het met banen? En als je een opleiding volgt, is er dan überhaupt wel een... We gaan rekenen. Laten we maar niet te veel rekenen. Plus de Heer, plus het woord van de Heer. Men zal eten en overhouden, zegt de Heer. En nadat antwoord van Elisa... Ja, dan gaat die knecht van Elisa ook uitdelen. Het staat er ook heel sober, ook hier weer. Dat wonder. Hij doet het en ze hielden over. Ja, ze hielden over. De Heere God is geen karig God, gemeente. Niet net genoeg. Hij geeft wat er ieder nodig heeft. Hij weet ook wat ieder mens nodig heeft. En zo deelt hij uit. Er is meer genade bij de Heere God dan wij nodig hebben. Overvloed hier in 2 Koningen 4 voor die 100 leerlingprofeten, die 5000 in het evangelie. En als we nog verder bladeren naar de openbaring van Johannes, daar lees je over die 144.000, ja, over een schare die niemand tellen kan. Meer dan genoeg, zelfs dan nog, bij een schare die niemand tellen kan. Deze leerlingprofeten, ze ontvangen in de crisis meer dan genoeg. Dat kon niets tegenhouden, zelfs het ongeloof niet. Gemeente leren rekenen op de school van de Heilige Geest. Daar leert de mens dat het elke keer weer door het onmogelijke heen gaat. Een wonder van Gods genade. Daar leren we dat een mens uit zichzelf niets heeft. Niets, maar dan ook helemaal niets. Geen verlangen naar God. Geen honger naar God. Zo vol van alles en nog wat. En we proberen onze honger ook nog te stillen met van alles en nog wat. En we zoeken het overal. Maar het verzadigt niet. Je kunt jagen naar alles van deze wereld, van dit tijdelijke leven. En je krijgt steeds weer honger. Dat is precies hetzelfde bij jullie het is. Want dan wil je iets heel graag hebben. En dan heb je er heel lang naar uitgekeken, gespaard. En dan heb je het. Dan is het even leuk. Ja, dan staat het weer in een hoek. Want dan moet je toch nog weer iets groters of iets meer. Nou, dat is niet alleen bij jullie zo. Dat werkt bij grote mensen. Nog op precies dezelfde manier. Alles van deze wereld. Het kan niet verzadigen. Wat van deze wereld is genoeg niet alleen voor je tijdelijke leven, maar ook voor het eeuwige leven. Gemeente, wat een werk heeft de Heere God eraan om een mens hongerig te maken. Hongerig naar Hem. Om zover te brengen dat je zelf niets meer hebt en niets meer overhoudt. In de crisis. Niets anders over dan een arme, hongerige bedelaar. Om te leren leven. Van genade alleen. Van wat je krijgt en wat je ontvangt. Om te leren leven. Van het levende brood Christus alleen. Leren God nodig krijgen. Voor dit tijdelijk en voor het eeuwige leven. Als je Jezus kennen mag. Als je door genade zijn eigendom geworden bent. In leven en in sterven. Pas dan. Werkelijk gelukkig. Wat is uw enige troost? Zijn eigen, dan zul je nooit meer honger hebben. Omdat het diepste verlangen van je hart gestild is en vervuld is. Omdat het weer goed is tussen de Heere God, die grote en heilige God. En je hart en je ziel. Van ons zondige mensen. Laat de Heere God dan ook uw ongeloof maar zien, uw twijfelen, uw aarzelen. Ja, is dat nou ook voor mij? Kan dat nou ook voor mij? Moet het dan niet eerst zus, moet het dan niet eerst zo? Maar laat de Heere God ook uw verlangen maar zien. Om wat
ware geloof te ontvangen. Om daaruit te gaan leven. En gemeente, de Heere God is dan zo'n verrassend God. Boven bidden, boven denken. Hij geeft. Hij geeft dat je overhoudt. Wie niet heeft, die ontvangt wat hij nodig heeft. Uit genade. Om het werk van Christus wil. Nog één keertje rekenen, jongens. Een arme zondaar. Iemand die uit zichzelf helemaal hopeloos. Waar moet hij het zoeken? Waar kan hij naartoe? Een arme zondaar. Maar nu een arme zondaar. Plus het woord van de Heer. Plus de Heere God. Dat is genoeg. Meer dan genoeg. De Heilige Geest die leert me jong en oud om zo te leren rekenen. Hart voor hart. En weet u, weet jij, op school heb je wel van die sommen die kloppen niet, hè? Die komen niet uit. Of van hele rare getallen achter de komma. Deze som, deze rekensom komt nu altijd uit. Een arme zondaar. Een rijke Christus. Dat is genoeg. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ja, dat Hij in Christus Jezus alles geschonken heeft. En Hij roept het u en jou ook vanmiddag toe. Kom toch. En naakt tot die God die zalig maakt. Amen. Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Psalm 145 vers 5. Thank you.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Heer in de hemel, wat bent u groot en goed. In uw trouw, in uw langmoedigheid, in uw geduld. Wat bent u groot in uw macht en majesteit, ook in uw rechtvaardigheid en heiligheid. Niet daarvan mochten we ook vanmiddag hier in uw huis, verbonden en samen met thuis, ervaren. Die uw woord laat verkondigen aan mensen die uit zichzelf niets hebben. Zonder hoop, zonder verwachting. Nergens op hebben te rekenen. Open onze ogen daardoor voor, onze jonge ogen, onze jongere ogen. Ouder geworden zijn. Om het ook eerlijk te erkennen, bij mij niets dan zonde en schuld. Om ons ook niet mooier voor te doen dan we zijn. Maar om nu van u vandaan alles te verwachten. Schenk het, Heer. Ga zo ook door met uw werk, ook hier, onder de volgende generaties. Wilt u ons dat rekenen maar afleren, dat tellen. Het oog omhoog geslagen doen zijn. Bouw uw gemeente, onder kinderen, onder jongeren. En zegen ook al het werk wat daarin gedaan mag worden. Het onderwijs dat gegeven wordt. Bouw uw gemeente. In het ambtelijke werk. Zegen daarin de broeders van de kerkenraad. En stel ze tot een zegen om de gemeente te dienen. Ook als telkens weer beslissingen genomen moeten worden. Moeten handelen. Om naar het goede te zoeken van de gemeente voor uw aangezicht. Te midden van de tijd waarin we leven en de maatschappij waarin we leven. Zegen daarin ook dominee de Leeuw en die bij hem horen. Dat ze met vreugde mogen arbeiden. In dit deel van de wijngaard die u aan hun zorgen hebt toevertrouwd. Bouw uw kerk in ons land en wereldwijd, ook waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Staande mag blijven. Ondanks vervolging. Trouw in uw woord. Wat u het gezegd hebt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. We bidden u, voor alle die het moeilijk hebben, ouder, eenzaam, die ziek zijn, voor een behandeling staan, ingreep, gaat u zelf mee en zegent u de handen ook van artsen. Bidden u voor land en volk, zo vervreemd van wie u bent, als in de dagen van Elisa. Geef toch een terugkeer tot u de Heere, dat ook bij alle beslissingen die genomen worden, en toch ook niet alleen met u gerekend wordt, maar naar u geluisterd. Gebogen voor wat u tot ons te zeggen hebt. Geef dat ook aan hen die tot regeren geroepen zijn in ons land, in Europa, wereldwijd. De grootte van deze aarde. Zo bidden we u voor deze wereld. Die zucht. Op zoveel manieren. Waarin mensen tegen elkaar opstaan. Waarin ziekte er is. Virus rondgaat. O Heere, doe onze ogen omhoog geslagen zijn en ons uitzien naar die grote dag der dagen, waarin u komen zult en alles nieuw zult maken.
bewaren dan toch voor, Heer. Dat die nodiging die ook vanmiddag tot ons kwam. Dat we die naast ons neergelegd hebben, van ons afgeslagen, niet gewild. Wat zal dat zijn om u dan te moeten ontmoeten? O Heere, zet toch om. Breng toch terug, hart voor hart, wat een vreugde zal zijn in de hemelen, vreugde op de aarde. Ja, opdat u alle lof en eer ook nu ontvangt. De genadig verzoeningen over alle tekort van onze kant. Ons bidden horen en onze dank aanvaarden. Dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Psalm 136, 25e vers. Psalm 136, vers 25. Looft hem, al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. Verhef nu uw harten tot God, ga heen in vrede, ontvangend de zegen des Heeren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.